De huurwoningen worden duurder de komende jaren. We hebben te maken met forse huurstijgingen, omdat we de huurwoning altijd verhuurd hebben onder de kostprijs. Er ging altijd, zonder dat we dat zo duidelijk in de gaten hadden, heel veel subsidie mee gepaard. Prijssubsidie, zou je kunnen zeggen. En dat is geen duurzaam model. Je kunt je niet volhouden om voortdurend de woningen ver onder de kostprijs te verhuren. En wat we nu meemaken, door hogere huurstijgingen, dat meer in evenwicht komt. En dat leidt uiteraard ook tot betaalbaarheidsproblemen bij huurders. En dat is ook niet een probleem wat heel makkelijk is op te lossen. En de enige manier waarop het kan, is via een verbetering van de huurtoeslag. Verbetering van de huurtoeslag is nodig om mogelijk te maken dat de hogere huurprijzen ook voor de lagere inkomens betaalbaar zijn. In de woningmarkt zijn we inderdaad met een systeemverandering bezig. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. De verhouding koop en huur is een beetje uit balans geraakt. En dat betekent dat we meer ruimte weer gaan scheppen voor een huurmarkt. Vooral het middenhuursegment was geleidelijk aan verdwenen. Dat doe je door de koopsector wat minder interessant te laten zijn. Dus ook de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk aan verminderd. En door de huren ook sterker te laten stijgen. Daarmee krijg je weer een nieuwe balans in huur en koop. De tweede grote rode draad is de verhouding tussen publiek en privaat. De publieke kant nam steeds meer rollen op zich. Bijvoorbeeld de corporaties namen een groot aandeel van de huurmarkt. Ook buiten het gedeelte van de sociale huur. Ook dat zijn we aan het bijstellen. Maar je ziet het ook in de relatie tussen overheid en kopers. De hypotheekrenteaftrek, waar de overheid een behoorlijk deel voor zijn rekening heeft genomen, die gaat ook omlaag. Dus ook in de verhouding tussen huur en koop aan de ene kant en tussen publiek en privaat. Dat zijn eigenlijk de rode draden in de omslag. De rol van gemeenten zoals die tot nu toe geweest is, is een vrij actieve rol geweest. Maar waarbij eigenlijk het vastgoed, met name het commercieel vastgoed, omdat dat het meest per vierkante meter opbracht, een soort van sluitpost is geworden bij de gebiedsontwikkelingen. Waarbij eigenlijk een gemeente voor een gebied de exploitatie ging uitrekenen. En daarbij een aantal vierkante meters commercieel vastgoed bijzetten om de exploitatie rond te krijgen. Nou, dat betekent eigenlijk dat je niet als gemeente niet goed kijkt naar de vraag in dat gebied. Hè, maar dat je het vooral gebruikt om je exploitatie rond te krijgen. En dat betekent dus dat eigenlijk het aanbod dat leidend wordt voor wat er komt en niet de vraag. Die toevloed van kapitaal richting vastgoed, die is opgedroogd en de gemeenten die zitten vaak ook met een overschot aan grond wat ze hebben aangekocht. En die moeten daar iets mee. Hè? Dus ze moeten eigenlijk, zijn min of meer gedwongen door de situatie om een andere werkwijze te vinden. Ja, ik vind private partijen moeten het zelf uitzoeken. In die zin dat je ziet dat ze in de afgelopen jaren zich helemaal kleurenblind hebben verdiend. Nu zitten tegen en dat model van het nu tegenzitten, dat moeten ze ook zelf voor een groot deel oplossen. Het probleem is dat je ziet dat ze wel heel veel gefinancierd hebben en dat ze het samen met de bank moeten uitzoeken over het algemeen. Alleen gaan ze het niet redden. En wat je ziet is dat het model van we gaan het even in een kort tijdsbestek verdienen, dat is voorbij. Dus er zal meer rekening mee moeten gehouden worden dat het voorlopig even zuur is voordat het zoet weer komt. En ja, daar lopen partijen nu gewoon tegenaan. En dat is moeilijk op het moment dat je elk jaar het laat taxeren en elk jaar een hoge waarde hebt gekregen en in één keer nu heel erg diep dal ingaat. Dan moet je met de bank kijken of je daar wel uit kan komen.